Frank Visser. Frank Visser! Jullie vinden de Frank Visser video's hartstikke leuk. En ik vind ze hartstikke leuk, want ze doen het goed. En het is leuk om naar te kijken hoe volwassen mensen baby's zijn. Het is weer tijd voor een klassieke Frank Visser aflevering. Gewoon zo'n hele typische... Hè? Ik heb buren? Moet ik rekening mee houden? Want voor sommige mensen is dat concept heel vreemd. Die denken namelijk dat de hele wereld om hun draait. En dat maakt samenleven met je buren extreem lastig. De zaak van vandaag gaat namelijk over Peter. En hij heeft een paardenmanege. Het is dus ook één grote beestenbende. Want deze man vindt het prachtig om diertjes te hebben in geheel. En dieren willen nog wel eens geluid maken. En ook komt daar natuurlijk wat stank bij kijken. Maar Edwin en Jorrit, die zelf hebben besloten om naast een paardenmanege te gaan wonen, vinden dit allemaal dus helemaal niks. Maar we kunnen natuurlijk ook niet een Frank Visser aflevering hebben zonder gezeik om grond. Peter heeft een advertentie voor zijn manege staan in zijn tuin. Alleen de paal staat toch echt in de tuin van Edwin en Jorrit. Ook al beweert Peter dat die paal op zijn grond staat. Er zijn ergere dingen dan een fucking paal in een stukje van je voortuin waar je niet eens last van hebt. Kijk hoe die paal daar staat. Maar blijkbaar, om het nog erger te maken, gaat het ook over stelen en slopen. Maar daar komen we nog op. Laten we de zaak van vandaag induiken. Als je meer Frank Visser wil, dat kan je me laten weten door simpelweg een like achter te laten. Of een leuke reactie in de comments. Ik ben er wel wel klaar mee hoor, met dat getuid van die homo buurmannetjes. Het begint meteen al goed. Oh my god, je weet dat je dat soort shit niet op tv zegt hè Peter. Hun wonen helemaal daar, achter die bomen. Dus dat is, nou... Hoeveel meter is dat? Ja, moet je dan kijken. Die paal, die staat... Dit zie je niet eens. Je hebt geen last van deze paal. Waarom doe je het moeilijk over deze fucking paal? Jongetjes moeten gewoon niet zeuren. Ze hebben zoveel grond, zoveel vierkante meter. Ik weet niet precies hoeveel vierkante meter ze hebben. Maar ze hebben gewoon een hele grote tuin. 10, 11. Dan zit ik weg bij het huis. En dan ga je nog 10 meter die kant op. Dus dan zit je bijna op 20 meter. Iemand heeft mij verteld dat dat een homovlag is. Dus toen wist ik dat ze homo waren. Maar er is helemaal niks op tegen. Oh my god, dat is echt... Hij noemt ze de homobuurtjes. Die homootjes moeten niet zo zeuren. Maar hij heeft er niks op tegen hoor, dat ze homo zijn. Hij noemt ze alleen maar die homootjes op een hele kleinerende manier. Maar hij heeft er geen problemen mee. Irriteer ons maatloos aan, staat op ons terrein. Ja, maar waarom? Waarom irriteer je dan? Ja, maar waarom? Letterlijk, je hebt er geen last van. Ja, de homotjes beginnen nou overal over te teuten. Dat het hek in hun tuin draait. De homotjes! Maar ik heb er niks op tegen hoor. Ik kan echt niet. Het voelt zo nasty iedere keer als hij het zegt. Kijk, weet je, dat dit hek open draait in hun tuin, ik snap dat dat vervelend is. Like, dat is naar. Iedere keer als het hek open gaat, heb je een half hek in je tuin. Wij willen gewoon onze grens stellen. Dat hek, dat hoort niet over ons terrein heen te schuiven. Nee. Ja, ik vind het vreemd dat ze daar moeilijk over doen. Gast, dit is gewoon een hek. En als ik hem open doe, dan heb je dat hele hek in je tuin. Wat is dat nou een probleem, joh? Boeien. We zitten hier op een heel mooi en fijn plekje in onze tuin. Dat is aan deze vijver. Op ons bankje onder het prieel. Hele mooie plek, heel erg fijn om te zitten. Alleen dat wordt dus wel vergald door de buurman die hierachter met zijn stinkende wc-gebouw zit. Gokje, dat als je naast een paardenmanege woont, dat de stank van de wc het minst is waar je je zorgen over hoeft te maken. Maar dat ben ik. Ik vind dat de homotjes van de mug een olifant maken, want zo moeilijk kan het nooit zijn. Waarom doe je dat? Dat kan je niet zeggen op tv. Ongelooflijk. Ik bedoel, hij kan er oprecht geen probleem mee hebben, maar hij gebruikt het wel als scheldwoord, als kleinerend woord. Ja, dan ben je klaar mee met zulke buren, homobuurtjes die altijd gaan klagen. Stop nou, please! Arnold zegt, het is wel een beetje gezeur. No shit! Hij zegt dat het van hem is. Hij zegt dat hij een meter buiten deze grens, zo noemt hij het ook zelf, dat het zijn grens is. Oké. En tot waar zou die dan lopen? Waarom doen we hier moeilijk over? For fuck's sake! Over deze meter, ja. Maar wel over een diepte over de lengte. 50 meter. Van 50 meter, dus dan heb je het toch nog over flink wat grond. 50, 40 meter. Ja, absoluut. Ja. Zullen we er verder over kletsen met een kopje koffie? Ja. Volgens mij zijn ze nog aan het klussen ook. Volgens mij hebben ze zoveel focus op die ruzie met de buurman gelegd. Hun huis is nog niet eens af. Het was eerst een hoop lawaai op 1 juli. Want toen begon hij met het snoeien van de heg. Ja, zijn heg of jullie heg?
de scheiding tussen ons en zijn persoon. Er staat een heg op de erfgrens en die heeft hij aan zijn kant gesnoeid. Ja. 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 We kwamen er wonen en wat denk je? Heeft hij het gore lef om zijn heg te snoeien? En wij hadden daar last van. Wij hoorden dat. En wij willen niks horen. Echt, wat zeuren deze mensen? Wat zeuren zo? En dus het snoeien van de heg verder. Toen kwam vrij snel na het bord, kwam er ook nog een schaap in de voortuin te staan. Nou, een schaap dat maakt geluid. Het was ook een eenzaam schaap. Mekkert. Ja, want beestje is alleen. Ja. En schaap is kuddedier. Ja. Toen was het, vond ik het wel tijd om even kennis te maken voor een gesprek, man. Ja, dus jullie zijn gaan mekkeren over het mekkerende schaap. Ja, precies. Ja. Nou, toen kwam... Fucking god, Victor. Leefgeluiden heb je, dat heb je. We wonen hier met z'n allen. Laten we het beste met z'n allen ervan maken. Je woont naast een paardenmanege. Hoeveel last heb je dan van dat schuifhek? Ook al zou die 1,5 meter bij jullie de tuin in schuiven, want hij schuift ook weer terug. Ja, en hij schuift ook nog even gezellig langs onze boom. Dus onze boom wordt aan de onderkant beschadigd. Ja, dat is een beschadigde boom. Het hek voorbij deze boom. Ja. Alleen dat hek dat beschadigt ook onze boom. Oh. Maar wij vinden dat onze buurman hiermee ons eigendom beschadigt. Die boom stond er waarschijnlijk al toen hun er kwamen wonen, maar... We hebben een open gat in de omheining, waar dat hek dus doorheen moet schuiven. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment heb ik dat dichtgemaakt met een stuk gaas eromheen. Alleen dat stuk hekwerk dat heeft maar een dag gehangen. Dat is meteen met bruut geweld is dat eraf gesloopt. Onze buurman is in onze tuin geweest, heeft iets gesloopt. Vanaf deze kant. Wat van ons is geweest. Dat heeft hij vervolgens heeft hij dat hier neergegooid. En 2 dagen later was het hek verdwenen. En wat schetst mijn verwachting, het hangt nu mooi aan zijn kant. Dus hij heeft niet alleen iets gesloopt wat van ons is, hij heeft ook iets gejat wat van ons is. Wat verwacht je? Ik wil weten wat hun dachten in hun brein toen hun dachten van, ja weet je wat, die gleuf waar dat hek doorheen gaat, laten we het dichtmaken. Weet je wel, die gleuf van het hek die de buurman open moet doen voor zijn werk, laten wij die dichtmaken. Verwachten ze dan daadwerkelijk dat die buurman denkt, oh shit, ik kan het hek dat ik nodig ben voor mijn werk niet meer openen. Nou ja. Het is Waweko. Waweko? Waweko. Ik kan de R niet zeggen, maar het Waweko met een R. Oh, Waweko? Ja, Waweko. Jij kan de R niet zeggen? Ik kan de R niet zeggen. Vandaar Waweko. Ja, ja. Okay. Die heb ik nooit leren zeggen. Hij heeft nooit de letter R leren uitspreken. Maar ik kan wel zeggen dat hij de R niet kan uitspreken. Ik heb het Recht heten en Jansen. Ja. Maar daarvoor wist ik niet. En hoe noemde ze daarvoor? Toen noemde ik dat de homobuurtjes. Ja, omdat ze homo waren. Dat hebben ze zelf voorgesteld. Ze hebben zelf een vlag hangen dat ze homo zijn. Dat hebben ze zelf voorgesteld. Hij wist niet hoe ze heten, maar ze hebben, weet je, die buren kwamen naar me toe en zeiden, noem ons maar gewoon de homobuurtjes, weet je wel. Want ik heb begrepen dat de eerste ontmoeting was met Jorrit, hè? Met de grootste van de twee? Ja, de grootste van de twee, klopt. Die is hier toen naartoe gekomen en die heeft gezegd van, joh, ik heb last van dat schaap. Wij hebben 2 weken hier mijn schaap gehad, klopt. Ja, ja. Omdat ik eerst goed adres voor het schaapje moest vinden. 2 weken. 2 weken. 2 weken heeft last van gemekken. Wat zijn 2 weken nou in je hele leven? We hebben last van de hond die op het terrein rondloopt. Ja, dit horen wij dus 's avonds als het beest alleen is. Dan blaft hij gewoon 1/2 uur tot 1 uur onaf. Dat was gewoon een sound effect. Een schaap van, ja, dit horen wij altijd. Gaan ze dat als bewijs leveren? Maar hun gingen hiernaast wonen. Gaan ze naar een guy die op een fucking boerderij woont? Gaan ze van, hey, wil je even nokken met die dieren ook? Over dat spandoek. Ja, dat reclamebord. Ja, daar heb ik een paal in gezet. Als ik die paal zo neerzet, dan kwam er beter uit. En ik wist dat een meter vanuit de heipaal voor mij is. Ja. Globaal. Zeggen zij van niet? Ja, dat hebben hun toch echt fout. Nou, hier is onze grens, volgens mij. Oké, nu komt zijn bewijs, hè? Waarom hij zegt dat het grond van hem is. Een kadasterpaaltje. dat is zijn 1, bewijs. 2, 3, 4, 5. Dat is zijn bewijs. Hij gaat zo van, nee, luister. Dit is mijn grond. Want kijk, hier is een paaltje begraven. Heel diep. Dat schuifhek, dat komt 1,5 meter bij ons de tuin in. En beschadigt onze boom. Ja, nu komt hij wel eens tegen die boom aan. Ja, nu komt hij dus wel af en toe tegen die boom aan, weet je wel. Gewoon zo nu en dan. Onder andere over de stank van het wc-gebouwtje. Nou, dat ken niet, want dat is hartstikke schoon.
één keer in de maand wordt de mest hier weggehaald. En dan stinkt het als een gek. De mestput. Je woont naast de paardenmanege die een mestput heeft. En dan ben je verbaasd dat er stanklucht is. Ja, twee keer gezien. Twee keer gezien. Kijk eens, hoppa! Hoppa! Door het handje gegeven, maar hij vindt er niks. Maar hij geeft wel een handje. Dat is een big deal in de Frank Visser wereld, hè? Kan het zijn dat jullie de paardenmest ruiken? Ja, dat ruikt toch anders. Nou ja, ik ruik toch echt duidelijk gewoon, ja, stank. Ja. We zeggen, yo, ruik je niet gewoon die paardenmest anders in plaats van het wc-hokje? Ja, nee. Ik ruik overduidelijk stank, zeg maar. Deze boom? Ja. Dat hek, dat beschadigt die boom. Ja. Ja. Maar het was al toen u het kocht. 11 jaar wel. Hè? Het gaat al 11 jaar. Ja. Ja, hij raakt de boom. Maar of die nou echt beschadigd is, dat zie je niet. Dat zie je niet, zegt hij! Kijk, deze boom. Het is toch niet te zien dat die beschadigd is? Het ziet eruit als een normale boom. De boom leidt er volgens mij niet onder. De boom leidt er niet onder. Hij is boomexpert deze gast. Ik hoor geen auw als ik het hek open doe. Weet je, ik ga er wel langs, maar ik hoor niet aaah. Dus ik doe de boom geen pijn, denk ik. Inderdaad. We hebben hem. Oh jee. Dan wordt dit het punt. Dit is het. En dat is een kadasterbouw. Dit is het in de grens, dit. Dit is van de grens. Oeh, dat vindt hij niks, hè? Moetje. Dat is niet zo mooi, hè? Dat viel me even tegen, want we hadden toch een pulspaaltje gevonden. Maar dat was dus niet het goede paaltje. Hij staat hier gewoon. Hier staat hij. Ja. Nou, hij geeft wel eerlijk toe. Het was dus niet het goede paaltje. Hij zei ook, hij dacht dat het een kadasterpaaltje was. Het was dus niet zo. Die paal staat 10 centimeter bij mij op de grond. Dus je gebruikt mijn tuin. Toen zeg ik, ja, het is even tuin. 10 centimeter? We hebben het hier over 10 centimeter. Hek? Want als het uitschuift helemaal de kant van nummer 457 komt. Dat is vervelend. Nu heeft het kadaster gemeten. Ik kan dit maar één keer doen. Ja. Oh god. Ja? Die schuine streep van nu is eigenlijk omgedraaid. Dus het komt erop neer, ze gebruiken gewoon een beetje van elkaar. Who gives a shit? U Adele voor zo hard aanzet dat u het achter op uw land kunt horen. Nou, is maar waar. Het is een klein radiootje die... Maar hij staat wel maximaal en op repeat. Ja, maar wij horen ook best wel kijken. Wel zetten, toch? Als je gewoon... Wij horen de hele dag die... Oeh, nu gaan ze zich mee bemoeien. Voor jullie. Daar kunnen wij ook over gaan klagen. En dat geeft nog meer lawaai dan de muziek. Bomenversnipperij? Ja, ze hebben zo'n ding waar ze die bomen in stoppen, die takken. Die maken onwijs veel lawaai. Ja, op zaterdagochtend om half. Zaterdagochtend om half. Oh, en dan gaat baby! Een week, anderhalve week door. Ja. Maar ik ga er niet over klagen. Waarom? Het is ook niet altijd een oase van rust, begrijp ik. We hebben ook een verbouwing gehad van jullie kant. Die heeft ook een paar maanden geduurd. Ja. Oh, dat klopt, zeggen ze. Oh, snap. Oh, maken hun ook lawaai? Wie had dat gedacht? Je hebt zelfs mest gehaald voor in je tuin. Meerdere malen. Ja. Nee, en dan dat is het was niet ook... gek dat je dat ruikt. Nee! Ja, maar het gaat niet om. En als je dan zelf de mest in je tuin gooit, omdat je dat wel makkelijk vindt, ja, dan heb je daar de lucht ook van. Meneer Vester, dat reclamebord weg moet. Oké, reclamebord verder weg. Verder moet u natuurlijk ook dat schuifhek, voor zover het over de grens komt, weghalen. Hoe u doet, doet u het. Het moet weg. Ja. Maar grens respecteren is niet alleen wat je niet mag doen, maar ook wat je wel mag doen. Want aan jouw kant van de grens mag je volgens de wet in beginsel doen waar je zin in hebt. Natuurlijk zijn er grenzen, ook hier. Je mag geen onrechtmatige hinder toebrengen aan de buren. Nee. Maar voor onrechtmatige hinder is heel wat nodig, hè? Het enkele feit dat je de buren hoort en ruikt is nog niet voldoende om te zeggen het is onrechtmatig. Nee. U bent naast een terrein komen wonen met een manege en een woonhuis. Ja. Ja, en daar komen soms scheuren vandaan die je minder prettig vindt. No shit. Daar zult u dus aan moet te wennen. Ik zou haast zeggen, om in de woorden van Adele te blijven, say hello to the other side, weet je wel? Laat het zitten. Iedereen... Die woordgrap deed gewoon zeer. En u mag ook hun grond niet meer zomaar eigenmachtig betreden. Doet u dat toch? Dat kost u ook €50 per keer. En okay. Allemaal met een maximum van €10.000. Om het gewoon even duidelijk te maken, hè, waar de grens ligt.
dit is mijn beslissing en de zaak is afgedaan. Het is gewoon een goede uitspraak, toch? Natuurlijk moet dat hek en dat bord dan weg, maar laten we niet vergeten dat de ruzie oorspronkelijk ging omdat deze twee mannen dachten, weet je, wij gaan naast de paardenmanege wonen. Oh, het stikt hier. Ik kan de buren horen in mijn oren. Raar. Zou je dat alsjeblieft heel goed uit willen rekenen allemaal, tot op de centimeter? Ja, daar hou ik goed in de gaten. En ik zal het ook even melden op het moment dat ik het ga doen. Ja, houden jullie dat ook heel goed tot op de centimeter in de gaten? Anders staan we hier namelijk volgende week weer. Hebben we geen zin in. Hebben we geen zin in? Gast, heb je weer een nieuwe aflevering? Dat is weer een heerlijke zaak, dames en heren. Wat vonden jullie ervan? Laat het me weten in de reacties beneden. En weet jij nou nog een zaak uit je hoofd of van je zit ze van, dit was echt insane, Wilbo. Ik wil weten wat jij ervan vindt. Laat het mij weten. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!